Goedenavond. U kijkt hier naar Café Weltschmerz. En we hebben vanavond weer een hele bijzondere gast. Een gast die ik goed ken, tenminste van de media. Het is een man die is geboren in 1962. Zit vanaf 2001 al voor de PvdA in de Tweede Kamer. En is in november 2016 een nieuwe politieke beweging begonnen. Nieuwe Wegen. Zijn naam is Jacques Monas en mijn naam is Erik de Vlieger. Ik maakte dus een fout. Hij zit niet sinds 2001 in de Kamer, maar 2010. Jacques Monas, welkom. Hallo. De laatste keer dat wij elkaar zagen, was met mijn Radio 1-programma Opvliegers. Ja. En toen is er iets opmerkelijks gebeurd, want de NPO maakte daar een soort link van. En het ging over de apathie van de PvdA-fractie. Hm. En eigenlijk was op die dag, op die avond, op die nacht, dat wij dat gesprek hadden van 5 kwartier... toen was het een beetje duidelijk dat jij de PvdA-fractie niet meer op één lijn zag met jouw denkwijze. Ja, kijk, je had me uitgenodigd en jij had waarschijnlijk verwacht, dat komt zo'n politicus die gaat in en uit praten en dan krijg je niet te veel uit en dat wordt confrontatie. Maar ik had zelfs zoiets, het was ook een paar weken nadat in de krant had gestaan met Diederik Samson, weer Schaffendas, weet je, met Merkel mee. Ja, daar had ik een paar maanden daarvoor al gewaarschuwd in de fractie, doe dat nou vooral niet. Toen dacht ik van, jongens, vanavond gaan we gewoon de knop omzetten en gaan we gewoon de kritiek naar buiten brengen. Waarom heeft het journaal je dat toen niet opgepakt? Ja, niemand pakt het op. Nee. Ik vond het groot nieuws. Ja. Nou ja, dat is een goede vraag. Jij hebt ook nog geen antwoord. Ik denk dat ze gewoon tussen 12 en 1 op bed liggen al. Of dat is één verklaring. Er is een link van gemaakt. Ja, er is een link van gemaakt. Wat journalisten ook hebben, dat bedoel ik niet onaardig. Maar als ze het zelf niet brengen, hè, dan negeren ze het. Want ze willen toch wel vooral zelf niet brengen. Luiwammen ze. Nou ja, dat is een eindige ijdelheid. Maar ze hebben wel iets gemist daar. Maar de dag daarna, we hebben toen even uitgeslapen, neem ik aan, die maandag. Maar de dag daarna heb jij toen van de PvdA-fractie wat gehoord? Nee, verder niks van gehoord. Die hebben daar niks over gezegd? Nee. Dus een van de leden van de fractie zegt dat het eigenlijk apathische mensen zijn? En ze vertellen je zeggen dan niks meer? Eén slag nuanceerde. Ik had gezegd, er heerst een apathie in de fractie. Want men laat het gewoon gebeuren. Nou, en later is dat ook 9 maanden later door Diederik Samson zelf gezegd. Hè, van ik heb de fractie verwaarloosd. Het is een couveuse baby. Dus dat beeld wat ik daar schetste was niet zomaar uit de lucht gegrepen. Dat was gewoon langzaam door de loop der jaren ontstaan. Ik wil met je op reis. Ja. Wanneer en waarom wil ik met je op reis? Omdat het verwijt, als ik aan mensen vertel, ik ga Jacques Monas interviewen, ja, en dan zeggen ze, ja, die zit zo lang bij de PvdA-fractie, die hebben we nooit gehoord. En nu is hij opeens anders en heeft nieuwe wegen gelanceerd. Ik wil met je op reis. Wanneer dacht jij voor het eerst dat het niet klopt allemaal daar? Nou kijk, als je toch die reis wil beginnen, dan ik sta nu op een podium, dus er wordt beter opgelet wat je aan het doen bent. Er wordt beter gelezen wat je gedaan hebt. Maar ik heb heel veel zaken al eind jaren 90, toen ik in Amsterdam actief was, gezegd. De multiculturele samenleving gaat veel te softer op. Moet je veel scherper op zijn op het gebied van integratie. Voor mij een heel belangrijk punt, de menselijke maat, kleinschaligheid. Geef de mensen de verantwoordelijkheid in plaats van grote instituties. Dat heb ik halverwege de jaren 90 al geschreven. Later werd dat ook, zeg ik in alle bescheidenheid, ook door Pim Fortuyn opgeschreven. Maar dat waren teksten die had ik een paar jaar daarvoor zelf ook opgeschreven. Maar je bleef, wel bij die PvdA. Ja, daar sta ik ook volledig voor. Kijk, ik ben sociaaldemocraat, ook nu nog steeds. Ook ben ik geen lid meer van de Partij van de Arbeid, in hart en nieren. Maar dat probeer je wel eerst in die partij zo goed en zo kwaad als het kan om dat te veranderen. Daarom ben ik ook in 2010, vond ik ook, zeiden mensen ook, nou moet je het ook zelf gaan doen. Als je die kritiek hebt, moet je er zelf ook in gaan. En hoe heb ik gedaan? Maar hoe waren die discussies dan in de fractie? Nou, zit met 20, 30 mensen in de kamer. Nou, die discussies waren fors en stevig. Ik heb met Diederik Samson altijd geclashed over de Europese Unie. Dat veel te veel een federale staat aan het worden is. Dat we veel te makkelijk geld aan het overhevelen zijn van noordelijke staten naar zuidelijke staten. Terwijl die minder werk, eerder met pensioen gaan, noem maar op. Dat vind ik, dat heeft niets met solidariteit te maken, dat die manier van geld overmaken. Wat zei die eurofiel toen? Nou ja, kijk, dat was het punt. Europa was heilig. Dat was daar mag je niet aankomen, dat was bijna een taboe. Dus alles, laten we even zeggen de EU, hè?
Ja, sorry, jij hebt helemaal gelijk. Ja. Want ik ben op zich een groot voorstander dat we in Europa met elkaar samenwerken. Heeft al heel veel gebracht. Maar het idee van de Europese Unie, vrij verkeer van werknemers, iedereen bij de euro houden. Dat was belangrijker dan, ja, waar zijn we nou eigenlijk nog met elkaar mee bezig? Wat voor waarden zitten erachter? En daar kleste je op. Ik heb wel eens een keer tegen Diederik gezegd in de fractie. Jij probeert iets als een ingenieur op te lossen, iets heel technisch. Maar het lukt niet, want de waarden waar die Europese Unie op gebaseerd zijn, die zijn verkeerd. Die moet je aanpakken. Slechte leider, Diederik Samson? Nou, dat zeg ik niet. Kijk, ik vind wat je Diederik gewoon heel erg moet nageven, en die zin heb ik echt groot respect voor. Maar hij heeft die Partij van de Arbeid in 2012 dan een klinkende verkiezingsoverwinning gebracht. Omdat de mensen strategisch hebben gestemd. Ja, dat goed. Maar uiteindelijk vind ik wel, moet je gewoon sportief zijn. Net met voetballen, de winnende team, de winnende coach heeft gewoon gelijk. Dat is gewoon goed gedaan. Natuurlijk zit daar mazzel bij. Maar hij is wel degene geweest die het op dat moment dat voor elkaar heeft gekregen. En toen daarna 80% alles ingeklapt. Nou ja, goed, daarna is het allemaal veel te snel gegaan. Omdat dan is er een soort testosteron, een ADHD over dat leiderschap gekomen. En natuurlijk ook zo van, ik heb jullie gered, dus ik ga het nu verder zelf doen. Ook een eigen team gemaakt. Ja, en dan gaat het langzaam, gaat die verwijdering optreden. En merkt die fractie de eerste jaren, leuk om mee te discussiëren, maar merkt steeds meer, het maakt niet zoveel uit wat we op dinsdagochtend zeggen. Dus er zit meer vrevel bij de andere fractieleden, zonder daar namen, rugnummers te noemen, wat ik natuurlijk wel wil dat je doet. Nee, dat zou niet sportief zijn. Maar wat je natuurlijk ziet is, en deze dagen komt ook de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid naar buiten. Dat is gewoon, het grootste deel wordt toch behoorlijk afgeserveerd. En ja, aan de ene kant mag je niet profileren, moet je je inhouden. Alles is van, oh, pas op. En dan komt het zover, moment zover, en dan zeggen ze opeens, we hebben te weinig van je gezien. Ja, dat vind ik geen faire behandeling. Voordat we over Nieuwe Wegen gaan praten, Jacques, hoeveel vrienden ben jij verloren? Nou, ik heb niet het gevoel dat ik vrienden heb verloren. Er zullen best collega's bij zijn die je nu wat minder hartelijk groeten. Maar ik merk ook zelfs met mensen uit de Partij van de Arbeid-fractie, dat daar toch de meesten dat daar gewoon een hele normale omgang hebben. We groeten elkaar, we maken gewoon een praatje op de gang. Maar natuurlijk is er heel veel. Er is natuurlijk ook wrok. Ik bedoel, zoals Hans Beckman die probeert op televisie af te serveren. Ja, uiteindelijk denk ik dat hij zichzelf meer kwaad doet dan mij. Ja, maar natuurlijk, je raakt gewoon. Het is, ja, je zit niet in de politiek om vrienden te maken, maar je hebt wel goede collega's. En daar staat natuurlijk, daar gebeurt op een gegeven moment verwijdering, gaat erop. Ja, maar je zit zo lang bij de PvdA. Je zit vanaf 2010 in de Tweede Kamer. Dan heb je toch ook vrienden opgebouwd? Ja, zeker. Ook van de lokale partijen. Ja, maar weet je, ook van de lokale partijen. Ben je er een aantal kwijtgeraakt? Voor je gevoel? Nou, weet je, van de lokale partijen, die ik dus gewoon ook nog gewoon bij wijze van spreken in de supermarkt tegenkom, daar heb ik gewoon hartelijk contact mee. Daar vrienden, heb ik ook gezegd. Vrienden. Echt gewoon vrienden die s'avonds bij jou thuis een sigaar zaten te roken. Ja, dat is. Maar dat die komen kan nog steeds van de PvdA? Nee, dat kan nog steeds iets anders, Jacques. Ja, nou, om te beginnen heb ik niet zoveel vrienden die thuis bij mij sigaren komen roken. Maar dat is ieder zijn eigen vriendenclub. Waar je wat mee deelt. Ja, waar je wat persoonlijks mee deelt. Ja, waar je iets in vertrouwen kan zeggen. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, van als ik bijvoorbeeld, nou, je zegt toevallig die lokale afdeling, daar kreeg ik echt een hele mooie kaart van oké, het is jammer dat het zo is gelopen, maar bij ons ben je altijd welkom en blijf je inzetten voor de goede zaak. Gaan er nog PvdA mensen met je mee? Dat weet ik niet. Heb je er wel een paar gevraagd? Nou, nee, dat heb ik bewust niet gedaan, want het moet geen ex-PvdA'ers partij zijn. Ik merk gewoon dat er juiste mensen komen vanuit alle hoeken. Dat viel mij zo ontzettend op toen ik vertrok. Ik had een interview gegeven ook in de Volkskrant. Dat op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, jongens, dit is zo breed. Er zaten SP'ers bij, maar er zaten VVD'ers bij. Er zaten potentiële mensen. Ik wil eigenlijk PVV stemmen, maar met jouw verhaal hoef ik dat niet te doen. Er zaten natuurlijk ook ex-PVDA'ers bij. Ik had zelf het gevoel van, ja, dit is helemaal niet meer een ouderwetse links-rechts verhouding. Dit is gewoon mensen die op zoek zijn naar, zeg maar, nieuwe doorbraak in de politiek. Dat verhaal bindt veel meer mensen van links en rechts dan de traditionele verdeling op dit moment recht doet. Maar nou, kom je uit een grote fractie, dan ga je Nieuwe Wegen oprichten. Ja. Dat doe je alleen. Ja. Vroeger praatte je met mensen, alle beslissingen werden afgewogen, fractievergaderingen, even contact met collega's. Dat heb je nu niet meer. Nee, maar goed. Wie vormt nou, helpt nou jouw mening vormen? Nou, kijk, in ieder geval het grote voordeel is, je hebt natuurlijk, ik loop er al een paar jaar rond. Dus de meeste dossiers zit je redelijk goed in. Ook omdat je die afgelopen jaren dat ook mee hebt gemaakt in de fractie of in groepen van de fractie. Dus ik pik gewoon een aantal onderwerpen uit die ik nauwgezet volg.
En een aantal onderwerpen kijk ik snel naar. En dan weet je op een gegeven moment bijvoorbeeld... zijn onderwerpen binnen de Partij van de Arbeid... bijvoorbeeld op het gebied van natuur of landbouw... daar volg ik gewoon de PvdA-fractie. Als er een ander ingewikkeld onderwerp is... en ik heb een twijfel erover of ik heb er onvoldoende tijd voor gehad... dan hou ik bijvoorbeeld de ChristenUnie in de gaten... dat het maar niet over levensbeschouwelijke zaken gaat. Nee. Maar dat is een goede zaak. En de rest van de onderwerpen, weet je, daar zit je redelijk goed in. Ja, ik maar heb er 6 jaar meegedaan. Ben je alleen in de Kamer soms? Je bent alleen? Natuurlijk zijn er momenten dat je alleen bent. Zwaai je wat minder hartelijk en ze doen en wordt minder gepraat. Nou, okay, wat het grote verschil is dat merk je, maar dat is op zich geen verrassing. Op het moment dat je lid bent van de PvdA-fractie, wat je ook verder doet, je hebt 35 zetels in je 36 toen in je achterzak. Nu ben je natuurlijk alleen. En wat je nu opvalt is van, er zijn dus minder verzoeken om zaken een beetje te bespreken. De lobbyisten die komen minder snel naar je toe. Maar omdat ik zeg maar de 75ste zetel ben, dus op dit moment heeft de Kamer, het kabinet geen meerderheid, zitten er vaak stemmingen bij die spannen erom. Dus je wordt vaker benaderd op belangrijke stemmingen door de VVD of door de Partij van de Arbeid of de anderen. Wil je met ons meestemmen, want jouw ene stem kan de doorslag geven. Had je wat vaste lobbyisten die altijd op je afkwamen vroeger? Ja, kijk, er is afhankelijk van de portefeuille die gekke je hebt... Gekke shit, hè, die lobbyisten. Huh? Gekke shit, hè, die lobbyisten. Ja. Ja, nee, maar op een gegeven moment is het ook zo'n... Kijk, je hebt er ook veel aan. Ik bedoel, het is goed om... kijk, je hebt maar een hele kleine staf, hè, als Kamerlid. Dus laat hun maar informatie aandragen. Dus je moet niet zo zijn dat zij de tent komen overnemen. Maar goede informatie is belangrijk. Maar wat er op een gegeven moment gebeurt is... dan willen ze eigenlijk voor hun baas laten zien... dat ze elk half jaar met een Kamerlid hebben gesproken. Nou, als ik dat gevoel heb, het wordt een ritueel, dan slaan we een keertje over. Ik vind het een hele lobbycircuit, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Een beetje vreemd. Helemaal op Europees verband. Ja, dat is ook zo. Ik heb gezegd van, joh, wat mij betreft maak je al die agenda's altijd openbaar. Dat je in ieder geval kan zien met wie, waar ben jij vandaag. Dus privézaken niet. Maar al het andere wat je als Kamerlid doet, mag voor mij iedereen weten dat ik nu bij Café Weltschmidt zit en straks weer ergens anders. Maar alles wat te maken heeft. Wij zijn geen lobbyisten. Nee, maar goed, het is wel goed om te laten zien waar je bent. Jacques Simon Monash. Yes. Wat ga jij toevoegen met Nieuwenwegen? Omkeer à la verte. Wij gaan het echt omdraaien. Wat ik wil is een politieke partij met elkaar. Die weer waar de menselijke maat centraal staat. Nou, dat klinkt een beetje abstract. Maar ik wil gewoon weer dat wij grip krijgen op ons leven. Grip krijgen op de samenleving. Grip krijgen op alles wat over ons gaat. Wij zijn de burger? Ja, dat is de verpleegkundige in het verpleeghuis. Dat is de docent op de school. Dat is de politieagent in zijn buurt. Wij zijn... waarschijnlijk nog nooit zo rijk geweest met elkaar. We hebben waarschijnlijk voor onszelf het gevoel dat we nog nooit zoveel keuzevrijheid hebben gehad. Maar tegelijkertijd hebben mensen overal hebben totaal geen controle of grip meer op ons eigen leven. Ik bedoel, en dat gaat in het klein over je werk, hoe je werk georganiseerd wordt, waar jij steeds meer ondergeschikt wordt naar een management of naar een of andere buy-out die gaat bepalen wat er moet gaan gebeuren. Dat heeft te maken dat je geen grip meer hebt als docent in een grote middelbaar beroepsonderwijs, een ROC. Het management vertelt wat je hier mag doen en binnen die paden hoor je te wandelen. Maar dat is dus onder de sociaaldemocratie gebouwd. Die gigantische overheidsbemoeienis, die GroenLinks trouwens... nog erger willen. Ja, weet je, die overheidsbemoeienis als het gaat om onderwijs bijvoorbeeld of zorg is goed. Maar de manier waarop het georganiseerd is totaal verkeerd. En er is een situatie ontstaan dat daar de macht is gekomen van een aantal managers, grote instituties. En dat er helemaal geen grip meer is van onderop, mensen op de werkvloer. Er zijn verpleegkundigen, en dat is het grappige, er sluiten zich heel veel verpleegkundigen, docenten bij ons aan. Iemand van de Koninklijke Marechaussee. Die allemaal zeggen van, wij zijn het grip op hoe wij ons leven organiseren, hoe ik mijn werk kan organiseren, kwijtgeraakt. Is dat, maar kan ik dat niet samenvatten als te veel overheidsbemoeienis? Of is het meer de organisatie van de overheid? Nee, het is voor mij, ik vind het veel meer de organisatie van de overheid. Ik was vorige week bij een school die onder de bascule valt. Speciaal onderwijs hier in Amsterdam-Noord. En daar zegt een docent op een gegeven moment van weet je, als ik klaar ben om 3 uur ben ik kapot. Als je dat ziet met die leerlingen, zijn allemaal met grote gedragsstoornissen. En dan moet ik nog 2 uur lang gaan vergaderen, formulieren gaan invullen, noem maar op. En hij zei, het is niet alleen dat ik dat werk, dat ik dat allemaal moet invullen. Maar het ergste is, het geeft mij het gevoel dat ik niet meer vertrouwd word. De medische wereld is net zo. Ja, maar goed, er zijn docenten hè, die dus met liefde voor dat vak... want als je daar gaat werken, nou echt, je bent helemaal kapot. Als je een kwartier in die klas zit, dan het gevoel dat je alle kinderen door elkaar wil wringen. En die docent zegt, ik heb het gevoel dat ik niet meer vertrouwd word. En dat kom je overal tegen. Mensen het gevoel hebben dat er een soort daar laag daarboven is... die wel over hun gaat, maar dat gaat allemaal zonder mensen. En ik denk, ik wil heel graag een lijst, daar zijn we nu mee bezig, een kandidatenlijst... waar dus alleen maar de verpleegkundige, de onderwijzer... opstaat en niet meer de brancheorganisatie, de lobbyist die denkt, nou ga ik met een politieke carrière verder. Nee, echt mensen die allemaal gewoon het werk hebben gedaan. Dus echt de volksvertegenwoordiger. Een grote kameraad van mij is een hele goede chirurg.
Die zegt, ik ben meer bezig met de papieren dan actually mensen repareren. Ja, ja. Nou, die chirurg zegt tegen maar jou... Maar dat is wel ook in jouw tijd... Vanochtend was ik bij... Fantastische vrouw. Koelie Balvert van Betonstaal Balvert in Nieuwkoop. Die zegt, ik ben meer tijd kwijt met het invullen van formulieren dan het verkopen van staal. En dat is overal gaande. Er is hier een kast boven ons gekomen. En daar heeft de sociaaldemocratie aan meegewerkt, maar vele anderen. Een beetje die, wat heette dan chic, de public management gedachte. We gaan alles rationaliseren, alles moet efficiënt en alles moet gecontroleerd worden. Alles is vanuit wantrouwen georganiseerd. Ik vind dat we daar radicaal vanaf moeten. Dus je hebt eigenlijk een grote verandering van inzicht gekregen over hetgeen waar je altijd in verkeerde. Nou, dit zijn dus punten die ik de afgelopen jaren... Nee, dat vraag ik niet. Heb jij een ommezwaai gemaakt dat in de wereld waarin je zat, die regelgeving, zeker bij de PvdA, dat fout was? Ik wil niet dat je excuus aan gaat bieden. Nee. Mag wel, hoor. Nee, maar ik heb hopelijk ook het vorige in te laten zien. Ik leg open en bloot neer hoe het gaat. Ik heb al eind jaren 90 geschreven, jongens, de menselijke maat moet weer centraal staan. Het gaat niet om die grootschaligheid. Juist een kleinschaligheid en dan helemaal in de publieke sector is cruciaal. Dat heb ik steeds. Wat ik heb geprobeerd de afgelopen jaren om dat er doorheen te krijgen. En dat is maar mondjesmaat gelukt. En ik zag op een gegeven moment, ik kan hier nog jaren aan trekken, maar het leeft niet binnen de Partij van de Arbeid. Het leeft niet binnen de Partij van de Arbeid. En ik vind het voor mij een cruciaal punt dat we die samenleving weer op de menselijke maat gaan organiseren. Met nieuwe wegen. Met nieuwe wegen, ja. Als je vanochtend inkomstenbelasting naar 60%, vennootschapsbelasting weer omhoog, omdat hij 300 miljoen euro in de ouderenzorg wil stoppen. Ja, ja. Een druppel op een gloeiende plaat. Is die gast gek geworden of zo? Ja, ik vond het ook een beetje een doorzichtig plan. Ik schaam me gewoon dat het Amsterdammer is. Ja. Zo, ik heb nooit zoiets doms gehoord. Als je zo je kiezers wil winnen. Ja, nee, ik gooi hem dan in een totaalpakket. Nou, weet je wat het aardig is? Als je nou aan even die verpleegkundige, hè, die zich heeft aangesloten bij Nieuwe Wegen vraagt. Als je vraagt, vind je dat er extra geld bij moet? Weet je wat ze dan zegt? Nee, hoeft helemaal niet. Zeg maar, weet je wat er gebeurt bij mij? In het verpleeghuis, waar allemaal dementerenden zitten, die nog een paar jaar leven. Ja, daar loopt een team van psychologen rond met een topinkomen. En die schrijven allemaal rapporten, met psychologische rapporten over die dementerende bejaarden. Zij weg die mensen, gewoon in plaats van dat salaris, verpleegkundige erbij, een toiletjuffrouw in de zaal waar die mensen zijn. Zijn ze niet meer gespannen van, oh jee, ik moet mijn plas ophouden. En is er straks wel iemand die me naar het toilet kan begeleiden? Psychologen eruit, mensen aannemen die we met liefde en barmhartigheid daar omheen gaan staan. Dat is zo'n voordeel. Dus ik vind het een stupide voorstel om te denken, alleen maar met dat extra geld ga je er komen. Luister gewoon eerst eens naar verpleegkundigen. Hoe draai je dat? En die geeft zo schudt zo het ene voorbeeld naar het andere uit. Ik weet, het zijn dramatische toestanden. Maar hoe draai je dat terug, Jacques? Ja, hoe gooi je het meest erin? Ik denk dat er wel een kleine revolutie in moet. Ja. Er moet echt een kleine revolutie in. Dan moet je toch met de PVV gaan regeren, weet je. Als je ooit gekozen wordt. Maar luister, ik ga niet van tevoren zeggen, ik sluit de PVV uit. Wij gaan gewoon elke stem van iedereen serieus nemen die de moeite heeft genomen naar de stembus te komen. Elke democratische stem neem je serieus. En dan gaan we gewoon na 15 maart met mensen aan tafel zitten. Nou ja, boze tongen beweren dat jij natuurlijk een PVV-light programma hebt. En je hebt hoeveel speerpunten? 12 speerpunten. En er zijn er 8 of 9 zeker vast te knopen aan het PVV-programma van 1A4'tje. Daar kunnen we mooi op samenwerken. Als zij vinden dat we, als we samen kunnen werken om die verpleeghuizen weer op orde te krijgen, moeten we dat doen. Kijk, er zijn ook verschillen. Zij zeggen van, er komt geen asielzoeker het land meer in. Dat vind ik niet. Ik vind dat je gewoon een fatsoenlijk aantal asielzoekers, mensen die op de vlucht zijn, hier moet opvangen. Ik zeg wel, liever minder goed opvangen. Hè, dan à la je schaffendas. Kom iedereen maar binnen en vervolgens laten we hun aan het lot over. Of ze komen alleen maar in de kwetsbare wijken terecht in de bijstand. Dus dat is echt een verschil. Kijk, de PVV zegt helemaal uit Europa, grenzen dicht. Ja, dat kan natuurlijk niet, lijkt mij een stom voorstel. Maar wel, deze Europese Unie, dat moet terug naar een Europese gemeenschap. En dat moet je wel veranderen. Dus jij wil... je wilt terug naar de EEG? Ja, ik vind de EEG is een veel beter... Het is ook een veel mooier woord, hè, gemeenschap. Dat je gewoon samenwerkt met elkaar. Die Unie, dat betekent ook alsof je echt allemaal naar elkaar moet groeien. Dat vind ik waanzin. Alles haaks op de PvdA. Hoe ben je er zo laat achtergekomen? Nee, ik ben er niet. Ik heb in 2008 heb ik mijn kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van de Partij van de Arbeid voor het Europees Parlement. Toen heb ik niet geworden. Waarom? Omdat men mij te kritisch vond op Europa. Dus het is echt niet waar. Ik bedoel, de mensen die mij wat langer volgen, en je kan het allemaal teruggoogelen, ik het allemaal lezen. Ik heb dat binnen de Partij van de Arbeid geprobeerd. Nou,
Nou, op een gegeven moment neem je de conclusie. Ik stop ermee. Aanvankelijk was ik van plan niet meer terug te komen in de Tweede Kamer. Dat had ik dit jaar maart al laten weten. Juist om hierom. En toen ook gemotiveerd door vrienden en mensen die zeiden, stel je gewoon nog één keer kandidaat voor dat lijsttrekkerschap. Gooi de beuk erin. Heb ik dat gedaan. Maar het is echt niet zo. Je mag altijd zeggen, je had het harder moeten doen. Je mag altijd mensen zeggen, je had er eerder uit mogen stappen. Dat is allemaal taxatie. Maar inhoudelijk is dit een lijn die ik echt al jaren inzet. Heb je nog eens contact met Hans Spekman? Nee, die heb ik na de zondagavond niet meer gesproken. En klopt het dat je gezegd hebt dat je tussen de 20 en de 30 zetels wilde halen? Ja, of ging halen? Ik wil een doorbraak in de politiek forceren. Ja, maar 20, 30 zetels, Jacques. Is een boel. Ja, maar de hele politiek is aan het imploderen. Het zakt allemaal in elkaar. Dus hoe lang gaan we nog hier aan vasthouden met elkaar? Ik wil straks met een lijst komen en een programma. En daar moeten mensen op staan, die mensen gaan vertrouwen. Jongens, werk mee aan die doorbraak. En als je het niet doet, heb ik pech gehad. Of niet, ik niet alleen, vooral de mensen die daar zich voor willen inzetten en het programma. Maar ik wil dat we met elkaar een doorbraak in de Nederlandse politiek realiseren. Ik citeer op de Volkskrant. De nieuwe partij van Monash moet een conservatief linkse koers gaan varen. Ja, ik vind het toch dat je behoorlijk rechtse standpunten hebt. Wat ze met conservatief links bedoelen is, zeg maar, op economisch gebied. Zou je ons eerder meer op de sociale lijn zien dan zeg maar de VVD die daar behoorlijk rechts in is. Bij ons is veel meer het midden- en kleinbedrijf, dat is de spil in alles. Dus alles wat je doet als overheid moet gericht zijn op het midden- en kleinbedrijf. Dat is de banenmotor, daar komt de innovatie vandaan. Dus alle regelgeving moet daarop afgestemd zijn. Dat zijn mensen die in vaste dienst nemen. Ik denk dat je daar een heel goed sociaal verhaal over kan houden. Waar je wat conservatief op bent, is bijvoorbeeld op het gebied van integratie en immigratie. We hebben wel gezegd van salafistische organisaties het land uit. Geen lange arm vanuit buitenlandse regeringen hier in Nederland. Dan krijg je namelijk nooit integratie. Dus het is een verhaal, en dat begrijp ik wel, wat je niet zo goed kan plaatsen bij de bestaande politieke partijen. Want men is of rechts, of men is links. En bij ons zitten beide punten erin, omdat dat echt gestoeld is op een idee van hoe je een samenleving moet organiseren. Prima, maar we hebben nog het historische vlak. Als jij zegt een streng asielbeleid, want dat waren jouw letterlijke woorden in het interview met de Volkskrant. Ja. Dan kun je wel zeggen, goed, we willen de economische vluchtelingen niet, maar de mensen die echt in de problemen zijn wel. En hoe doe je dat dan? Nou, om te beginnen, laten we even wel wezen van wat er nu gebeurd is. Mensen gaan een levensgevaarlijke tocht in. Veel mensen verliezen hun leven en betalen mensenhandelaren schandalig hoog bedrag. Dus wat we doen is, wij zeggen tegen elkaar, met elkaar in Nederland, een beschaafde afspraak, wij vervangen een x-aantal vluchtelingen hierop in Nederland. En die selecteren we via de UNHCR vluchtelingenkampen. Die zijn allemaal in de regio, daar gaan mensen naartoe. Dat zijn vaak ook gezinnen. Dus we trekken ook geen gezinnen uit elkaar. Dus we gaan en kiezen, mensen, jij wel, juist, jij ja, niet, ja. Jij wel. En één belangrijk criterium. Ja, dat is beter. Kijk, dat is een stuk socialer, Erik, dan dat we ze laten vluchten over land, over zee, met alle gevaren van dien, en ook nog mensenhandelaren betalen. Ze komen toch wel? Nee, dat komen ze niet. Want zeg ik, je moet daar aanmelden. Het tweede wat we doen, gezien van ja, maar dat zijn economische immigranten, die moet je allemaal zo snel mogelijk terugsturen. Komen aan terugsturen gelijk? Ja, terugsturen. Okay. Absoluut. Genoteerd. Het tweede wat je doet... SP-standpunt ook, hè? Nou, dat ben ik blij. Dat heb ik in de Kamer niet. In de Kamer niet, hè? Nee, in de Kamer niet. Nee. Okay. Het tweede is dat je zegt van, jongens, als je hier naartoe wil komen, dat is wel één. We kunnen niet iedereen opvangen, dat zijn we met elkaar eens. Vragen we wel van, onderschrijf jij artikel 1 van de grondwet en andere grondrechten? Want als jij denkt dat je hier naartoe komt omdat je op de vlucht bent voor oorlog of geweld, en vervolgens ga je hier even het leven van anderen lopen terroriseren, omdat ze een homo zijn, of dat ze vrouw zijn, of dat ze een ander geloof hebben, dan is dat geen reden. Dan word jij dus niet in de asielzoekersprocedure in Nederland opgenomen. Dus ze moeten eerst verklaren, wij zijn niet anti-homo, wij geven vrouwen een hand, exact, en dat soort dingen. Exact. En vervolgens steken ze een handtekening en ze doen het niet. Wat dan? En ze doen het vervolgens niet. Dan hebben ze in die eerste 5 jaar, als ze hier nog een tijdelijke status hebben, kan dat een reden zijn om hun status in te trekken. Heb je dat ooit in een fractie verteld? Dit was de inzet bij mijn kandidaatlijsttrekkerschap. Jongens, je moet hier grenzen gaan stellen. Je moet dit. Dat was het onderdeel van het Via Schaffendas verhaal. Op het moment dat je Via Schaffendas gaat roepen en je gaat lopen applaudisseren, dan komt iedereen natuurlijk. Dus je hebt die hele stroom ook mede zelf veroorzaakt. En dat heb ik meteen in de fractie gezegd. Niet doen. Je kan het niet aan. Kijk naar de cijfers. Die bewijzen je dat we het niet met elkaar aankunnen. Het is waardeloos georganiseerd hier in Nederland. Dan vind ik het een stuk socialer dat we mensen niet een gevaarlijke tocht laten ondernemen, met alle gevaren van dien. Dat is één. En het tweede vind ik het een stuk socialer zeggen van, dit kunnen we aan, maar dan gaan we er ook omheen staan. Dan geen PVV-praatjes meer, dan geen racisme of whatever meer. Dan gaan we er omheen staan en van dag één naar school, begeleiden naar een baan en hier aan de slag. Vind je PVV racisme?
Nee, dat zeg ik niet. Maar er zitten ook natuurlijk mensen bij die wel... Als ik kijk wat ik in mijn, op sociale media af en toe in mijn mik krijg... dat zal jij misschien ook wel eens krijgen. En daar staat bij, was getekend PVV. Ik zeg niet dat de PVV het is, maar dat zijn wel mensen... die het kennelijk zich daar wel eens van lang voelen. Ja, maar het laatste wat ik ooit zal zeggen is dat de PVV-kiezer dat is. Helemaal niet, want ik vind dat je PVV-kiezers veel serieus moet nemen... dan de meeste partijen tot nu toe doen. Dan citeer ik je even uit de Volkskrant. Veel PVV-stemmers hebben het hart op de goede plek. Hm. Ja, dat geloof ik ook. Dus wat jij zegt is waar. Ja. Komen er PvdA-mensen op je lijstje staan? Dat weet ik echt nog niet. Als ik het wist, zou ik je eerlijk zeggen, maar ik wist het gewoon. Je hebt 2 maanden en 3 weken, kom op. Nee, ik weet het nog niet. Die lijst wordt half januari, derde week van januari, wordt die bekendgemaakt. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb het liefst een lijst... Die echt helemaal bestaat uit mensen, uit de volksvertegenwoordiger. Dus nogmaals, de ondernemer, de verpleegkundige, de docent, de politieman of politievrouw. Wat mij betreft bestaat die lijst voor 90% uit die personen. Wat jou betreft, maar wanneer is die lijst klaar, hoop ik? Half januari. Dat is 2 maanden voor de verkiezingen ongeveer? Ja. Ja. En hoeveel mensen komen erop te staan? 30. Mag niet meer. Dan ben je een aardigheid op weg. Mag niet meer. Dat 30, maar dan moet je toch een aardigheid op weg zijn nu? Ja, dat ben ik ook wel. Ja. Ik maak me daar niet zo zorgen over. En uiteindelijk, je moet je altijd afvragen als mensen die hopen dat ze kandidaat, dat ze Kamerlid worden. En dan blijken ze in plaats van op plek 7 of op plek 22 te staan. Dan weet ik niet wat er dan gaat gebeuren met mensen. Of ze zeggen, nou dan hoef ik niet, dan bedank ik. Maar ik zie dat met alle vertrouwen tegemoet. Hoe screen jij die mensen? We hebben een kleine club mensen. En we zeggen, je moet die 12 speerpunten moet je onderschrijven. Dat is cruciaal. Dat is 1. Het tweede is van... We hebben echt gezegd wat ik net al een paar keer heb aangegeven. Van, ben jij die ondernemer, die ZZP'er, die docent, die verpleegkundige... die een doorbraak in Nederland wil forceren... die echt weer vindt dat het van onderop moet... dat we die gekte aan de bovenkant moeten doorbreken. Op die basis gaan we mensen selecteren. Nou, daarnaast moeten mensen... ze moeten een beetje kunnen praten. Ze moeten voor een camera kunnen acteren. Maar het belangrijkste is dat mensen met ideeën uit hun werk... Ontmoet je ze allemaal? Ik wil ze allemaal. Ja, we ontmoeten ze allemaal. Ja, jij persoonlijk? Ja, ik denk dat dat verstandig is. Want ik ben toch in alle onbescheidenheid een van de mensen met de meeste ervaring in de politiek. Dus ik wil ze zelf ook zien. Ja. Maar je hebt dus eigenlijk nog maar een maand de tijd om 30 mensen op een lijst te krijgen. Allemaal uiteindelijk dat vast te stellen. Ja, dat is kort. Maar het is al kort dag. Dat heb je gewoon helemaal gelijk. En daar loop ik ook niet voor weg. Heb je een beetje budget voor je campagne? Nou, dat is als ik dan toch in de Kamer mag kijken. Dat is een ander punt waar je gewoon hard aan moet werken. Gewoon donaties. We werken met donaties. En die komen binnen, maar nooit genoeg. Nee. Maar we hebben bijvoorbeeld volgende week dinsdag open onze campagneruimte in de buurt van Utrecht Centraal Station. Ja, daar zijn er mensen die zeggen van, nou oké, ik betaal een maand huur en die betaalt een maand huur. Het gaat uiteindelijk om 3 maanden. Zo kom je een heel eind. Maar je hebt gewoon meer geld nodig. Oké. Je begint net. Oké. Wat wil je nog meer vertellen over Nieuwe Wegen? Ga je gang. Nou, wat wij dus ook doen om te laten zien... Je kan niet van tevoren zeggen van, oh, dat gaan we doen, hè? Want dan bewijs het maar. Dus alles wat je waar kan maken in je eigen handen, laten we zien. Dus het eerste wat ik je zei is wat voor kandidaten we willen hebben. Het tweede, het verkiezingsprogramma wordt ook geschreven bij ons door gildes. We hebben gildes, dus een gilde van onderwijs. Ouderwets. Ja, om het ambachtelijke weer centraal te stellen. Om te illustreren, het gaat om het ambachtelijke. Dus we hebben rond zorg, dat wordt getrokken door een aantal verpleegkundigen. Rond onderwijs hebben we een gilde onderwijs, daar zitten docenten in. En zo werken met een MKB, zit een vent bij, die heeft allerlei bedrijven gehad. Die heeft een prachtig stuk geschreven over hoe het volgens hem in het MKB georganiseerd moet worden. En zo werken we. En dat zetten we op de site, reageren mensen op, er komen vlogs op. En dan via die discussie komen we naar een programma wat ook half januari bekend wordt. Gaan we even door het programma heen gaan? Vind ik leuk. Ja. Integratie betekent hier meedoen, die snap ik. Hebben we al besproken. Liefde, gezelligheid en lekker eten centraal in de ouderenzorg. Ja. Ja, prima. Ja. Maar zo is het niet georganiseerd, hè? Erik, er komt een nieuw Europees verdrag. Dat is EEG. Ja. Prima. Handelsakkoorden en verdragen worden herzien. Geen Starbucks en Apple ding, alsjeblieft. Nee, precies. Dat soort dingen. Jij wil dus de fiscale dingen. Ja, die dingen moet je dus gewoon, dat moet je dus keihard aanpakken. Wil de SP ook? Ja, maar weet je wat aardig is? Nou, dat is prima. Maar er zijn er wel meer. Maar dat is het mooie. Hoe meer je met elkaar kan samenwerken, hoe beter. Maar er zitten ook punten die de SP niet wil. En dan wordt het jammer. Het midden- en kleinbedrijf is een spil en de banenmotor van de Nederlandse economie. Die hebben we behandeld. Ja. 6. Anonieme leerfabrieken worden afgebroken. Ja. Dat vind ik nogal een tekst. Ja. Zal ik je een voorbeeld geven? Graag. Ik woon in Friesland. Friesland. Yes. En in Friesland, waar je ook kijkt, zie je overal wel een mast staan. En zeker in één deel van Friesland, aan de IJsselmeerkust, daar worden de mooiste luxueuze jachten van de wereld gebouwd. Bij de Fries in Makkum.
Als jij daar jachtschilder wil worden, dan moet je als jochie van 16 naar Zwolle toe. Dat is een wereldreis van 2 tot 3 uur heen en terug. Want je hebt geen auto. Dus wat is er gebeurd? Die jongeren worden niet meer in dat vak opgeleid. En daar kan ik je talloze voorbeelden gaan geven. Of ze nou automonteur wilden worden of zelfs stratenmaker wilden worden. Het onderwijs is zo ver weg georganiseerd dat jongeren afhaken. Dus mijn stelling is, een groot deel van de problemen rond de vakkrachten is dat het onderwijs is zo ver weg georganiseerd. Is ook niet in de bedrijven georganiseerd. En als je daar weer naar terug gaat, dan zal je zien dat middelbaar beroepsonderwijs veel meer goede vakkrachten zal leveren. Dat is één. En het tweede is, je moet dat onderwijs in die bedrijven plaatsen. Maak het bedrijfsleven veel meer verantwoordelijk. Verantwoordelijk voor het middelbaar beroepsonderwijs. Daar willen we geld voor hebben, Jacques. Ja, maar dat geld wat nu in het middelbaar beroepsonderwijs gaat, gaat heel erg naar die leerfabrieken. Dus dan kan nu dat naar bedrijfsleven om zo te lijnen. Maak weer bedrijfsscholen. Innovatie gaat zo snel dat de meeste scholen kunnen helemaal geen machines meer in hun schoolgebouw hebben die nog een beetje aansluiten bij de tijd. Dus je kan veel beter hebben dat Philips een deel van de opleiding ofwel in zijn bedrijf doet, dan wel zijn machines in die school zit, dan dat zijn school er allemaal dure dingen mee gaat doen. Je moet echt dat middelbaar beroepsonderwijs, ik ben op zoveel plekken geweest, bij zoveel MKB, dat moet weg uit die kolossen. Dat moet of onder verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf gebeuren, of je moet bedrijfsscholen maken dicht tegen de bedrijven zelf aan. Ondernemers moet je motiveren en dat geld is daar een middel in. Ja, dat laat ook maar. Ik denk, en dat ga ik nog uitzoeken, hoor. Iemand wees me daar onlangs op, dus ik heb nog niet uitgezocht van. Ik denk als we gaan kijken naar de overheid, hoeveel geld steekt de overheid in universitair onderwijs? En hoeveel geld steken ze in het middelbaar onderwijs? Ik vrees dat de rekening heel erg in het nadeel van het mbo uitpakt. Maar waar zit de werkgelegenheid? Bij middel- en kleinbedrijven. Juist, daar zit de werkgelegenheid. Weet je, van alle vacatures die op dit moment uitstaan, hè? Van alle vacatures is 5% van mensen met een wetenschappelijke opleiding. Dus WO-opleiding. En de rest is HBO of MBO. En waar kijken wij naar? Oh, als iedereen maar naar de universiteit gaat. Als we maar weer kunnen stapelen. Nee, hartstikke mooi beroep. MBO, vakkrachten. Kan je goed geld mee verdienen. Er komen elke dag meer studenten van alle universiteiten in India bij elkaar dan in 1 jaar van Nederland. Ja. Dus we daarmee willen concurreren. En die willen nog 16 uur per dag werken ook. Want hier lopen ze al te zeiken als ze 32 uur in de week moeten werken. Ja. Jacques, ik heb een beetje een idee dat je een beetje, en het is niet negatief, moet ik even woorden vinden. Je wil in sommige gevallen naar de oude tijden terug. En dan bedoel ik over de leuke kant van de oude tijden. De leuke kant is dat al die doororganisaties die we zeg maar in de 60- en 70-jarigen niet hadden, die bij een van jouw voorgangers, Joop den Uyl, allemaal zijn ingezet volgens mij. De sociaaldemocraten zijn natuurlijk overgeorganiseerd met dat soort dingen geweest. Moet het je overheid, moest het allemaal regelen voor ons. Maar jij wil een beetje terug. Nou, de vraag is of het terug is. De vraag is of dit niet, als je kijkt bijvoorbeeld naar het bedrijfsleven. Nee, ik wil niet zeggen terug hoe het vroeger was. Kan ook best voor de toekomst zijn. Ja, back to the future. Ik had laatst, mijn jongste zoon die studeert international business. Dus af en toe vraagt hij, pap, kan je even meekijken? En die kwam een casus van Google langs. En bij Google hebben ze het zo gezegd, je werkt 70% van de tijd in dienst van Google en dan doe je wat je is opgedragen. En Google heeft iets bedacht, dat ga je ontwerpen of dat ga je mee aan de kant. 20% wordt besteed aan sociale activiteiten, opleiding, noem maar op. En 10% van je tijd mag je besteden aan wat je wil, waarvan jij zegt, daar had Google nou zijn tijd in moeten steken. Hè? Van de baas snapt het niet, weet je wel wat we allemaal vinden. In die 10% van de tijd worden 50% van de producten van Google ontwikkeld. 50% in team. Waarom? Omdat jou de vrijheid wordt gegeven, omdat jij de creativiteit krijgt. En dat vind jij zo mooi van Google, dat je kennelijk dat dus ook zelf doet, in plaats van dat je met een eigen start-up begint. En ik wil veel meer terug naar de tijd, maar het is dus ook heel modern, dat je juist weer die betrokkenheid en creativiteit van mensen gaat motiveren en organiseren. En die wordt kapot gemaakt. Bij de verpleegkundige wordt dat kapot gemaakt, bij de docent wordt dat kapot gemaakt. Jullie politici hebben onze vrijheid gesloopt. Nou, dat weet je. Dat weet ik. Dat is het punt is van. Die vrijheid wordt steeds meer weggenomen door protocollen. Doordat we alles verantwoord moet worden. Dat zeg ik. De organisatie. Nou ja, goed. Ik vind dus. Kijk, ik heb zelf. En jij bent tot inzicht gekomen. Mag ik dat zo zeggen? Ik heb dit al jaren en jaren bepleit. Je kan zeggen, had je eerder nog veel harder aan de bel moeten trekken. Nee, die kaart heb ik al getrokken. Nee, kijk, ik was woordvoerder wonen. Ben ik een paar jaar geweest. Er is nu eindelijk na 14 jaar een nieuwe woningwet. Nou,
daar is heel weinig in geschreven. Hij heeft, in de media. Blog, hij heeft blog goed gedaan. Hè? Ja, met alle respect. Hij heeft blog samen met de VVD en met de Partij van de Arbeid. Mijn persoon hebben we dat gedaan. Wat hebben we, hebben gezegd, we gaan geen ruzie maken met elkaar boven, buiten. Want daar wordt niemand wijzer van. Maar we hebben wel gezegd, we gaan wel een paar bakens verzetten. Mm-hmm. Er was niet, die corporaties konden doen en laten wat ze wilden. Mm-hmm. En dus die sloopte goedkoop bezit en zette de dure voor terug. Want dat was voor vast, dat, dan kon je een goede vastgoedjongen zijn. Want slecht bezit is goed, niet goed voor je balans. Groot bezit, modern bezit is goed voor je balans. Ga je het mij uitleggen? Kom, hoef ik jou niet te vertellen. Nou, maar wat veel erger was eigenlijk, los daarvan, is het geld klotste tegen de plint op. Er kwamen minder goedkope sociale huurwoningen. Maar tegelijkertijd had nog de gemeente, nog de huurders hadden iets te zeggen over dat beleid van die corporaties. Dus die werden alleen maar groter en deden gewoon zelf wat ze wilden. En nu in deze woningwet hebben we dus echt gebaseerd op die principes van de menselijke maat. De corporatie mag niets meer doen zonder dat er goedkeuring is van de huurders en de gemeente. Ik dat is Blok, dus echt heb, een grote ik heb, verandering. Ik heb Blok daaronder gevraagd, dat hebben jullie goed gedaan. Ja, dat is echt een... Ja, dat hebben jullie goed gedaan. Ja. Wat ik altijd wel zo grappig vond, ik zat natuurlijk ook wel eens te bakkeleien met die woningbouwvereniging in de oude tijden. Ja. Ja. En die gingen ook opeens project ontwikkelen. Ja. Ja. Dat niet normaal. Hele ontwikkeling. Hele gekke shit. Ik en die gasten, die soort ambtenaren die gingen project ontwikkelen. Dus dat is vragen om problemen. Ja. En die waren altijd vrijgesteld van overdrachtbelasting. Ja. Dat vond ik zo ongelooflijk. Ja. Dan kom ik als private partij, dan kocht je wat, moest ik 6% overdagbelasting betalen. En zij in die rol. En zij niet, dus die waren altijd... Ja. Nee, goed, ja. Maakt niet uit. We gaan even door met het programma, want we naderen het einde. De zorg, van bijstand naar werkstand. Ja. Ja. Meneer Moraes. Ja, kijk, ik denk dat mensen gewoon gelukkiger gaan worden als ze gewoon aan het werk zijn. En er zijn ongelooflijk veel. Er zijn heel veel mensen zeggen die dat kennelijk niet vinden. Omdat de uitkeringen te hoog zijn in vergelijking met je minimuminkomen. Ja, maar ik zou twee dingen willen doen. Van zorg nou dat die last op arbeid, dat je die verder verlaagt. Want dat is natuurlijk het punt. Er blijft veel te weinig rapport. Sowieso eens. Ik bedoel, dat is één verhaal. Vrachtwagenchauffeurs verliezen het van de Polen en de Tsjechen. Maar ze verliezen het ook al van Duitsland. Want een Duitse vrachtwagenchauffeur houdt veel meer netto over in zijn portemonnee dan een Nederlandse vrachtwagenchauffeur. Dus daar begint het verhaal. Hoe betalen we dat van de vennootschapsbelasting een beetje omhoog, loonbelasting omlaag? Nou, dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Kijk, dat vind ik nou wel een goed voorstel. Dat je zegt, nou ja, dan iets minder winstbelasting, maar dan gaan we dus die arbeidslasten ook daarmee afnemen. Dat vind ik veel beter. Zou ik als ondernemer geen bezwaar tegen hebben? Nee, nou, dat lijkt me heel verstandig. Ja. Tweede is, als dan op een gegeven moment mensen zeggen van, doordat ze niet aan het werk kunnen komen of whatever reason, zorg nou dat je mensen erbij stelt, dat ze gewoon betrokken worden in nuttig werk. En breng die conciërges terug. Breng de, als het nodig is, toezicht in de openbare ruimte. Maakt me niet uit. Mensen aan het werk. Aan het werk. Maar geen banen creëren. Die melkertbanen achter. Ja, maar ik vind dat melkert daar echt daar wordt hem echt onrecht gedaan. Laten we nou even wel wezen. Want we kunnen daar heel ideologisch naar kijken. Maar stel die mensen nou niet aan het werk zijn. En je zegt van, we gaan dat geld activeren. We gaan dat geld actief maken. Zorg dat jij gewoon een baan hebt. Dat je in ieder geval bezig bent. Melkert, dat is toch hartstikke goed? Dat is gewoon omdat weer iets, weer iets van vroeger. Melkertbanen waren prima. Ik heb ze ook gebruikt als ondernemer. Precies. Was fantastisch. Net als toen jonge mensen premie A, premie B woningen kochten. Vond ik ook fantastisch. Ja. Maar dan kom ik even terug. Er waren heel veel dingen goed vroeger. Ja. Ik denk wel eens soms, ik hoop als de verkiezingen komen 15 maart... dat ze er 4 jaar over de coalitiebesprekingen doen. Want dan gaat het vanzelf weer goed. Dan zijn we in ieder geval, is er in ieder geval 4 jaar niet weer dingen meer verder kapot gemaakt. Nee, ik denk toch dat de hoge ambtenaren het uiteindelijk uitvoerend voor het zeggen hebben. Nou, wat ik bijvoorbeeld merkte bij die woningwet. Wij waren dus dingen aan het veranderen. Een van de dingen wat wij dus niet meer wilden vanuit de Partij van de Arbeid. Er komen geen grote corporaties meer. Je kan niet meer als corporatie in Rotterdam vestigen. Ja, vervolgens door het hele land gaan lopen ontwikkelen. En onbegrijpelijk. Je moest dus weten, dat stond dus in het regeerakkoord, hè? Namens mij, stond dat in het regeerakkoord. Ik heb daar 2 jaar over moeten doen om dat in die wet te krijgen. Elke keer kwamen ze terug, de ambtenaren, ingestoken door Edis en corporaties. Kan je dat er niet uithalen? Want dan waren die grote corporaties, waren als de dood, dat ze niet door konden ontwikkelen. Maserati werd er beter van, in sommige gevallen. Ja. Afsluiting. Terwijl we dus overal weten, corporaties tussen de 8.000 en 15.000 woningen, dat is maximum voor de rest. Groter haal je geen enkel voordeel meer. Anders kan je geen kwaliteit leveren aan mensen. Nee. Ben je een nummer, krijg je een antwoordapparaat, krijg je helemaal gezeik. Precies. Toets, 3, ben ik al... Ik heb al en dan word je opeens manager van een heel groot bezit. Dus moet je een hoger inkomen hebben. Ja. En je gaat met al die vastgoedjongens op pad. En je denkt, hey, dat moet ik ook zo'n bubbelbad en noem maar op. Ja, ik kom ook in aanmerking voor een sociale woningbouwwoning. Ja. Dus ik heb ook wel eens af en toe een klacht over een dakgenoten. Jacques Monage, Nieuwe Wegen, laatste puntje. En dan gaan we nog even in de nabespreking.
Trots op justitie en defensie. Je leidt Rita Verdonk wel. Ja, maar joh, wat daar is, het is toch ongelooflijk met defensie dat wij gewoon militairen hebben. Ik heb zelf ook gewoon netjes in militaire dienst gezeten bij de marine. Dat we militairen hebben die dus met schietgeluiden moeten gaan oefenen. Ik bedoel, als je een serieus leger hebt, moet je er ook serieus mee omgaan. En dan moet je op een gegeven moment zeggen, dan hebben we in Mali maar even niks te zoeken. Ik vraag me überhaupt wat we daar te zoeken hebben. Heb ik ook in de fractie gezegd. Dan ga je dus gewoon te ver. En dan moet je gewoon zeggen van, we gaan het eerst hier gewoon in Nederland dat leger goed op orde brengen. Hetzelfde geldt voor de politie. De hele nationale politie. 400 miljoen erbij en het is nog niet op orde. Weet je wat er gebeurt in de AZC? Die puinzooi die er is in Ter Apel. Die beveiligers willen er wat aan doen. Was al lang bekend. Ik hoorde dat laatst van een beveiliger die er werkt. Die zei tegen mij, Sjaak, weet je wat er gebeurt als wij de politie bellen in Ter Apel? Ja, er zijn hier nog maar 2 politieauto's in het weekend. Dus daar komen we niet voor. Veel te ver rijden, meneer. Die zitten helemaal ergens anders in de provincie. Dus die grootschaligheid in die politie, ook daar weer de nationale politie. Wat het gevolg is dat ze niet eens meer kunnen komen bij een AZC, omdat ze met 2 autootjes in het weekend door de provincie aan het rijden zijn. Dus dat moet gewoon veranderen. Jacques, de PvdA is een gevaar voor de samenleving. Nee, dat is... Een groot gevaar voor de samenleving. Jij hebt dingen in je speerpunten. Deze partij heeft lang geregeerd. Ik vind het een gevaar voor de samenleving op de manier hoe jij het beschrijft. Ja, maar hier heeft de VVD en het CDA hebben hier even hard aan meegewerkt. CDA en VVD hebben ook niet ingegrepen toen er al die grote scholengemeenschappen optreden. Nou, daar gaan we naar. Maar Rutte zegt van, ja, dat Europa bemoeit zich met veel te veel. En vervolgens zegt hij Guy Verhofstadt, dat is de oud-premier uit België, de grootste federalist, dus die wil dat Europa een superstaat wordt. Zegt hij, dat zou de beste voorzitter van het Europees Parlement zijn. Heeft dus hij de gezegd, VVD zegt het ja. Ja. Weet je wat Guy Verhofstadt vindt? Nou. Kijk, om te beginnen heeft hij een gebit wat eruit ziet alsof de Hitlerjugend over een Joods kerkhof is getrokken. Maar als je je eigen tanden niet kan verzorgen, kan je ook ons niet verzorgen. Ja, ons niet verzorgen. Nou, daar zit hem veel. Maar goed, CDA, VVD, PvdA, gevaar voor de samenleving? Nou, het is geen gevaar voor. Alleen ze zijn veel te veel. De hele politiek. Joh, ik word in die dinsdags. Ik wil nooit op het lijstje komen als het Kamerlid met de meeste moties. Er zijn dus Kamerleden van mijn collega's die worden daar trots op. Dan denk ik, mijn hemel, wat ben jij bezig om die samenleving met van alles lastig te vallen? Dus dat moet eigenlijk een straf op zijn om te veel moties in te dienen. Nou doen we van, kijk eens, die heeft zoveel moties aangenomen gekregen. Nou, je kan je er echt de muur mee behangen. Staat gelijk, niet gevaar in de samenleving. Nee, dus wat je moet doen is, je moet die samenleving weer gewoon laten ademen en tot zijn recht laten komen. En dat, wat niet gaat werken, is dat die hoogopgeleide in de Kamer, op die departementen en die brancheorganisaties met elkaar denken, wij regelen het wel even voor daaronder. Van over ons, maar zonder ons. En dat moet je omdraaien. Jacques Monash, het was me weer een waar genoegen. Tot de volgende keer. Graag. We gaan nog even door. Oké. Wat vond je van de interview? Heb je alles kunnen zeggen? Ja, ik geloof het wel. Ja? Ja. Was je gezin niet een beetje pissig dat je in de politiek ging? Nou, dat bedoel je de 6 jaar geleden? Nee, dat je in de nieuwe politiek ging. Dat je voor jezelf ging begonnen. Ja, ze hebben het van dichtbij meegemaakt. Dus ze wisten op een gegeven moment, dit moet je doen. Waar, heb je kinderen? Ja, maar die zijn nu allebei het huis uit. Dus dat scheelt ook. Maar geven die jou wel advies? Mijn kinderen geven me ook advies, hè? Ja. Die zeggen wel, die vragen ook, waarom doe je dit? En tegelijkertijd krijgen ze natuurlijk heel veel opmerkingen van omdat hun vader hier en daar. Ja, dat kregen mijn kinderen ook altijd. Ja. Als ik in de krant stond, kregen mijn kinderen opmerkingen. Het goede en het slechte, weet je wel. Ja, dat is altijd zo. Ja. Maar ze staan maar je kinderen lezen natuurlijk ook wat er. Die lezen de leuke dingen. Want die krijgen, het is ook, voor kinderen is het leuk als je vader of je moeder in beeld is. Dat vinden jongeren leuk. Maar tegelijkertijd lezen ze natuurlijk ook wat er over je vader gezegd wordt op sociale media. En dat is natuurlijk ook niet leuk. Er staat nogal wat. Ja. Jacques, kijk, weet je wat het is? Als jij een interview moet geven, dan moet jij natuurlijk een rechte rug hebben. En die heb je ook. Je bent gepokt en gemazeld. Maar dat heb ik ook gehad met dingen die ik deed in de toekomst. Grote zaken of belangrijke stappen. En die ik dan, zeg maar, wereldkundig maakte. En dan lag ik s'avonds in mijn beetje toch me wel eens peentjes te zweten. Ontken niet dat jij het hebt. Hoe ga je daarmee om? Dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Het is zeker van, ik slaap vrij goed. Maar op het moment dat je wakker wordt, dan denk je van, paf, weet je wel. Dan is even wakker worden en opeens denk je, tak, moet weer aan de slag. Ja, dat merk ik gewoon de afgelopen weken. Ik heb eigenlijk goed, ik slaap goed altijd. Maar nu je echt zoiets aan het opbouwen bent, dan op het moment dat je weer weet van de dag is begonnen, dan zit je ook vol met energie om door te gaan. Je moet wel een paar zetels halen. Sta je dan voor lul? Ja, sporten. Sporten. Maar stel je dat je geen zetels haalt, dan sta je wel een beetje voor lul. Ja, dan sta ik voor lul en dan is het gewoon, heb ik het geprobeerd, ik heb mijn best gedaan, ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. En dat is dat het. Dat is het enige antwoord wat ik van je wilde horen. Oké. Merci, monsieur. En succes, nieuwe weg. Dankjewel.